Vandaag een antwoord op de vraag van Daphne. Daphne heeft al jaren overgewicht. Flink overgewicht. En ze is hier altijd mee bezig. Dieet na dieet heeft ze geprobeerd met enkel tijdelijke effecten met vervolgens weer extra kilo's erbij na het stoppen met het dieet. Haar gewicht begon zo erg van invloed te zijn op hoe ze zich voelde, haar zelfwaardering en dergelijke, dat ze op een gegeven moment, vorig jaar, heeft besloten, toen ze zag dat haar vriendin, die ook al jaren kampt met flink overgewicht, en eenzelfde strijd als Daphne heeft ervaren de afgelopen jaren, toen ze zag dat die vriendin kilo's kwijt was geraakt, met behulp van een shake dieet. Een best extreem shake dieet. Een shake dieet op basis van 3 shakes per dag. Een eiwitrijk koolhydraatarm shake dieet. Waarbij je dus verder helemaal niks in de eerste periode mag eten. Van normale voeding. Dit vond Daphne best wel extreem. Maar toen ze de effecten zag. Die effecten wilde ze toch echt wel. Dus heeft Daphne afgelopen jaar besloten. Dit dieet, waarbij haar vriendin zoveel kilo's was afgevallen, dit shake dieet, eiwitrijk koolhydraatarm, ook te gaan volgen. Met succes! Daphne is 40 kilo kwijtgeraakt in de afgelopen maanden. Nu Daphne met haar dieet is gestopt omdat ze haar gewenste gewicht had bereikt, ja, dan kun je stoppen met een dergelijk dieet, begint ze wat spijt te krijgen van dit dieet. Niet van de gewichtsafname, maar hetgeen het teweeg heeft gebracht. Want wat merkt Daphne? Sinds ze met dit dieet is gestopt en weer normaal, regulier is gaan eten, merkt ze dat ze in gewicht aankomt bij zowat elke hap koolhydraten die ze neemt. Brood. Aardappelen, pasta, rijst, de dingen die normaal gesproken in een ieders eetpatroon zitten, de dingen die ze eerder ook at, waarvan ze ja, misschien wel ergens had beredeneerd, ja, ik kan dat niet in dezelfde mate als voorheen blijven gebruiken, want er was vast wel een reden dat ik eerder niet afviel, maar toch wel in enige mate. Maar nu merkt ze dat bij elke hap koolhydraten, sinds ze dit dieet heeft gevolgd, dat ze aankomt in gewicht. En gewichtstoename wil ze niet meer. Daardoor heeft ze nu het gevoel levenslang te hebben, zoals vele anderen samen met Daphne die een soortgelijk dieet hebben gevolgd. Menigeen die een dergelijk dieet hebben gevolgd, een best wel extreem koolhydraatbeperkend dieet, met dat wanneer ze eenmaal stoppen, dat ze de koolhydraten die ze voorheen wel in redelijke mate konden hebben zonder aan te komen, niet meer kunnen hebben. En dat willen ze hun gewicht behouden, en dat lukt dan ook niet iedereen, dat ze eeuwig, levenslang hun koolhydraten moeten blijven beperken. Dat is tenminste het gevoel. Dat ervaren ze, dat merken ze. Dus de vraag van Daphne, want dit vindt ze een heel na vooruitzicht. Tuurlijk is ze blij met de gewichtsafname, wil ze dit ook absoluut behouden, maar als dit zou betekenen dat ze haar hele leven lang niet meer gewoon met haar kinderen dat sneetje brood kan eten, niet meer op een feestje of bij een etentje een hapje stokbrood kan nemen, of in de zomer met dit warme weer bij de barbecue een hapje stokbrood kan nemen, zonder dan achteraf aan te komen, ja, dan vindt ze het allemaal echt niet leuk meer hoor. Dus de vraag van Daphne is, hoe kan het dat ik nu bij elke hap koolhydraten zowat, terwijl dan, ja, elke hap, dat is nog niet meteen een calorieoverschot, hè? En ze snapt dat je aankomt bij een calorieoverschot. Elke hap koolhydraten aankomt. En moet ik nu inderdaad levenslang mijn koolhydraten beperken, nu ik een koolhydraatbeperkend dieet heb gevolgd, prima ben afgevallen, moet ik dat mijn leven lang gaan beperken? Dat als antwoord op, vandaag een vraag van Daphne, waar we een antwoord op gaan geven. Daphne, eerst eens begrijpen waarom een ieder, echt een ieder, die een dergelijk extreem koolhydraatbeperkend dieet heeft gevolgd, aan zou komen. Maar dit nog niet betekent dat je eindeloos aan zult blijven komen. Maar we gaan dit uitleggen.
Wanneer je een regulier eetpatroon hebt, dan zijn daar koolhydraten in aanwezig. Koolhydraten zijn hydrofiele, waterminnende voedingsstoffen. Wat betekent dat wanneer koolhydraten in jouw lijf aanwezig zijn, dat er altijd ook een zeker gehalte aan vocht om die koolhydraten te verdunnen en over jouw lijf te kunnen verdelen, aanwezig moet zijn en zal zijn in jouw lijf. Als je een regulier koolhydraatbevattend dieet hebt, dan zijn ook altijd je koolhydraatreserves, je glycogeenvoorraden in je lever en je spieren gevuld. Tot op zekere hoogte. Dat doet jouw lichaam, dit vullen van jouw koolhydraatreserves, jouw glycogeenreserves, om in tijden van stress toch nog te kunnen overleven. Om een voorraadje koolhydraten bij jouw spieren paraat te hebben. Dat wanneer er stress heerst en je moet gaan vechten of vluchten. Dat wanneer er op dat moment even geen koolhydraten in je lijf aanwezig zijn. In de zin van dat je net koolhydraten hebt gegeten. Dat je toch kan gaan vechten of vluchten. Dit doet jouw lichaam dus op basis van een overlevingsmechanisme, het bewaren van koolhydraten in jouw reserves. Wanneer jij een koolhydraatbeperkend dieet hebt gevolgd, dan is aan het eind van dit dieet, doordat jij een hele periode lang koolhydraten hebt beperkt, zijn die glycogeenreserves zijn natuurlijk leeg. Wat doet je lichaam op het moment dat jij weer normaal gaat eten en dus tot op zekere hoogte een koolhydraatbevattend dieet weer gewoon gaat aannemen? Gewoon je normale sneetje brood weer gaat nemen en eten met je kinderen en nog niet eens in overmatige hoeveelheid velen, maar toch gewoon dat sneetje brood bij je ontbijt of bij je lunch wel weer gaat nemen, nog helemaal niet veel. Hoe kan het dan dat je aankomt? Nou, ten tijde van je dieet zijn jouw glycogeenreserves uitgeput geraakt en is het koolhydraatgehalte in jouw lijf dus heel erg laag geworden. Ook het vochtgehalte in je lijf, omdat koolhydraten dus hydrofiele stoffen zijn die een zekere hoeveelheid vocht met zich meebrengen. En ja, ten tijde van je dieet ben je, als het goed is, met name vetten aan het verbranden. Dat zijn hydrofobe voedingsstoffen. Die in je lijf maken niet dat jij een zekere hoeveelheid vocht vasthoudt. Dus jouw vochtgehalte was heel erg laag. Dus op het moment dat je ook maar weer een hap koolhydraten gaat eten, zal het vochtgehalte in jouw lijf stijgen. Ook zal je lichaam altijd, dat doet elk lichaam zelfs na de uitputting van de nacht. Wat gebeurt 's nachts? 's nachts gaat jouw lichaam herstelprocessen uitvoeren. Hoe doet hij dat? Want hoe kan jouw lichaam dat? Want herstelprocessen uitvoeren kost energie, maar jij eet niks 's nachts. Nou, dat doet je lichaam door jouw glycogeenreserves uit te putten. Dat wat jij een hele periode lang hebt gedaan, jouw glycogeenvoorraden leegmaken en leeghouden, dat doet je lichaam dus ook elke nacht. Wat doet jouw lichaam elke ochtend, na de nacht, na de uitputting van de glycogeenvoorraden? Om jouw lichaam gereed te maken, paraat te maken om te kunnen vechten of vluchten, om jouw spieren van brandstof te voorzien, ook al heb je nog niks gegeten. Jouw lichaam zouden elke ochtend voor zorgen dat de glycogeenvoorraden, wanneer die leeg zijn geraakt gedurende de nacht, dat die weer gevuld worden onder invloed van hormonen. Dit doet jouw lichaam dus ook wanneer jouw glycogeenvoorraden door jouw dieet uit zijn geput en jij weer een hap koolhydraat gaat nemen. Wat doet jouw lichaam in eerste instantie? Gaat jouw glycogeenvoorraden weer vullen om maar paraat te zijn voor vechten of vluchten in tijden van stress. Dat doet je lichaam. En dat doet vocht met zich meebrengen. Jouw lichaamsvochtgehalte zal daardoor stijgen wanneer jij na het dieet een sterk koolhydraatbeperkend dieet en na uitputting van je glycogeenvoorraden weer normaal gaat eten, een normaal gehalte koolhydraten tot je gaat nemen. Iedereen, Daphne, zal dus aankomen na een dergelijk dieet, maar die aankomst zal niet eindeloos door hoeven gaan. Die aankomst is ook geen vet, wees gerust. Die aankomst is dus een aankomst in vocht. Je lichaamsvochtgehalte, het gebruikelijke lichaamsvochtgehalte, wat gebruikelijk is wanneer je een zeker gehalte aan koolhydraten op voorraad hebt in je lichaam, die zal zich herstellen. Maar dat zal ook wel op een gegeven moment wel weer stagneren. Wanneer gewoon die glycogeenvoorraden gewoon weer gedeeltelijk of geheel gevuld zijn, dan zal die toename in vocht, dat is nog helemaal geen vet, zal stabiliseren. Tenminste, wanneer jouw lichaam in een goede voedingstoestand verkeert. Sommige mensen, zoals Daphne,
die een dergelijk dieet, zoals Daphne, hebben gevolgd, een best wel extreem dieet, die wat tekorten vertoont in essentiële voedingsstoffen, wanneer die weer koolhydraat gaan eten, merken ze vaak dat ook na een eerste aankomst, die ze ergens wel kunnen beredeneren en die je nu ook snapt naar mijn uitleg van zojuist, die aan blijven komen bij elke hap koolhydraten. Hoe kan dit? Nou, wat we vaak niet weten en vaak beseffen, is dat koolhydraten, die verhogen je bloedsuikerspiegel, dat beseffen we vaak wel, maar glucose is er sowieso altijd in jouw bloedbaan aanwezig. Dat doen stresshormonen, die zorgen ervoor dat altijd een zekere hoeveelheid glucose aanwezig is in jouw bloedbaan. Die glucose in jouw bloedbaan moet verdeeld kunnen worden over heel jouw lijf. Alle cellen moeten kunnen beschikken over die glucose in jouw bloedbaan en daar deze kunnen verwerken, deze verbranden tot ATP, waar die cellen dan vervolgens energie uit kunnen halen om de stofwisseling uit te kunnen voeren. Alleen, de opname van de glucose in jouw bloedbaan, dus sowieso de glucose al die er altijd al is, maar dus ook af en toe wanneer je iets met koolhydraten hebt gegeten en de extra glucose is, de opname daarvan in jouw cellen is afhankelijk van het hormoon insuline. Wanneer glucose in jouw bloedbaan aanwezig is en jij eet een hap koolhydraten, dan zal het glucosegehalte in jouw bloedbaan stijgen. Dan zal de productie van insuline plaatsvinden na contact van dit hormoon met de cellen in jouw lijf, de insulineafhankelijke cellen in jouw lijf, die glucose, dat overmatige aanwezige glucose in je bloedbaan op moeten nemen. Na dat contact met dat hormoon moeten die cellen zogenaamde membraaneiwitten glucosetransporters vormen om in hun membraan te plaatsen. En pas wanneer dat heeft plaatsgevonden, kan de glucose, de overmatig aanwezige glucose, opgenomen worden in die cellen. En de bloedsuikerspiegel kan weer dalen, die cellen kunnen daar energie uitputten en kunnen de stofwisselingsprocessen uitvoeren die zij uit te voeren hebben. Wanneer er een slechte voedingstoestand heerst in jouw lijf, en dat is het geval wanneer je een dieet hebt gevolgd die flinke tekorten vertoont in essentiële voedingsstoffen, wanneer heerst er namelijk een slechte voedingstoestand in je lijf, wanneer jouw dieet tekort schiet in essentiële voedingsstoffen, wanneer jouw dieet tekort schiet in essentiële voedingsstoffen en er een slechte voedingstoestand heerst in jouw lijf, dan zijn jouw cellen ongevoelig geworden voor insuline. Want zij bezitten dan niet de bouwstoffen waarmee zij kunnen reageren op het signaal van insuline. Dat signaal van insuline die zegt tegen die cel, jij moet een membraaneiwit gaan vormen om in jouw celmembraan te plaatsen, zodat jij die glucose die ik hier veel te veel heb in je bloedbaan op kan nemen. Wanneer dat niet plaats kan vinden als gevolg van een slechte voedingstoestand in jouw lijf, als gevolg van tekorten in essentiële voedingsstoffen in jouw eetpatroon, in jouw dieet, of in jouw latere eetpatroon wanneer je dieet hebt gestopt, kan dus de opname van de glucose die er altijd al is in jouw bloedbaan niet goed plaatsvinden in jouw cellen. En dan neem jij een hap koolhydraten, een hap van een sneetje brood, dan komt het er extra bij, verhoog je de bloedsuikerspiegel. Ja, dan kan jouw lichaam dat nergens naartoe plaatsen en dan kan dus al heel snel gewichtstoename plaatsvinden. Gewichtstoename hoeft echter niet plaats te vinden na elke hap koolhydraten, tenminste na de eerste stijging van jouw gewicht, wat je net hoorde, door toename in vocht. Wanneer er maar een goede voedingstoestand heerst in jouw lijf. Wanneer jij vanaf het moment dat jij stopt met een koolhydraatbeperkend dieet, en wanneer jij weer wat koolhydraat gaat eten, zorgt voor elke dag een goede voedingstoestand in je lijf. En het voorzien van jouw lichaam in alle essentiële voedingsstoffen, dat wil zeggen dat jij denkt bij elke hap koolhydraten die je neemt, laat ik ook maar voedingsmiddelen daarbij stoppen en combineren en variëren waarin essentiële voedingsstoffen zitten. Alle vitamines, alle mineralen, 9 specifieke varianten van aminozuren en 2 specifieke varianten van vetzuren. Als jij structureel elke dag zorgt dat de koolhydraten die je dan weer eet, na je dieet, samen gaan, gevarieerd worden, gecombineerd worden met bronnen van
essentiële voedingsstoffen. Dan moet je denken aan verse groenten, vers fruit, zo min mogelijk bewerkte varianten van dierlijke eiwitten, ei, vlees, vis en bronnen van essentiële vetzuren, vette vis, noten, zaden, pitten. Wanneer jij dat maar volop in jouw eetpatroon hebt en bij elke hap koolhydraten denkt, oeh, laat ik ook maar wat groente eten, laat ik ook maar een stukje fruit eten, laat ik ook maar een onbewerkte bron van dierlijke eiwitten eten, laat ik ook maar een bron van essentiële vetzuren, wat nootjes eten, dan zorg jij voor, naast de verhoging van de bloedsuikerspiegel, het voorzien van jouw lijf in alle essentiële voedingsstoffen om jouw lijf in staat te stellen om te reageren op het hormoon insuline die tegen jouw cellen gaat zeggen, ik heb hier wat te veel glucose, wil je dat alsjeblieft opnemen? Jouw lichaam zal dat die glucose, ook al neem je maar een paar hapjes van koolhydraten waar dus glucose in zit, niet goed op kunnen nemen jouw cellen wanneer jouw voeding tekort schiet in essentiële voedingsstoffen. Wat wil dat zeggen? Daphne, enige toename in gewicht zal altijd plaatsvinden als jij een koolhydraatbeperkend dieet hebt gevolgd. Dat heeft te maken met een toename in vocht, wat jouw lichaam, wat altijd een toename in koolhydraten in je lijf met zich meebrengt. Want koolhydraten zijn hydrofiele voedingsstoffen. Je lichaam zal altijd weer wat reserve aanleggen en dat doet vocht een toename met zich meebrengen. Jij hoeft echter niet van nu af levenslang jouw koolhydraten enorm te beperken en te merken dat bij elke hap koolhydraten je aankomt, zolang jij maar bewust omgaat met de koolhydraten die je eet. Dat jij zorgt voor bronnen van koolhydraten met een hoge voedingswaarde, dus in de vorm van granen, enkel volkoren graanproducten die weinig bewerkingsproces hebben doorgemaakt, maar dat jij altijd, wanneer jij daar een hap van neemt, denkt aan, hey, ik moet ook wel zorgen dat mijn cellen die stoffen hebben die maken dat mijn cellen kunnen reageren op het hormoon insuline, die zegt tegen mijn cellen, wil je die glucose alsjeblieft opnemen? Als jij die niet bijgeeft bij dat hapje brood, dus voeding zoals verse groenten, vers fruit, bronnen van dierlijke eiwitten en noten, zaden, pitten, bronnen van essentiële vetzuren, wanneer je die er niet bij geeft, dan zorg jij eigenlijk ervoor dat elke hap koolhydraten tot toename in gewicht kan leiden, omdat jij dan niet bijdraagt aan de opname van de glucose in jouw cellen. Dat is namelijk nodig. De opname van de glucose die in jouw voeding aanwezig is in jouw cellen om niet aan te komen van die glucose. Want jij kunt aankomen van glucose wanneer het jouw bloedsuikerspiegel verhoogt, maar onvoldoende stoffen in jouw lijf aanwezig zijn om die verhoogde bloedsuikerspiegel te laten dalen. Wij weten dat vanuit een verhoogde bloedsuikerspiegel je lichaam eerst de glycogeenreserves en vervolgens ook jouw vetreserves gaat vullen. Dus wat moet jij doen, wat moet jij beseffen wanneer jij een koolhydraatbeperkend dieet hebt gevolgd, dat wanneer jij weer koolhydraat gaat eten, dat je altijd iets aankomt door een toename in vocht, maar dat jij zelf bij kan dragen aan het niet aankomen van elk hapje koolhydraten door bij elk hapje koolhydraten te zorgen voor kwaliteit van die koolhydraten, volkoren te kiezen en altijd dat te combineren met dingen als verse groenten, vers fruit, bij op je brood, bij naast je brood, een bron van dierlijke eiwitten die weinig bewerkingsproces heeft doorgemaakt, bij op je brood, bij naast je brood en een bron van essentiële vetzuren, bij op je brood, bij naast je brood. Doe jij dat, dan zul je merken dat na de eerste vochttoename, dus gewichtstoename, dat je niet bij elke hap koolhydraten aan zult komen.